Vind je het leuk? Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag en ik ben op kantoor. Hey guys, het is vandaag woensdag en ik ben op het feestje van Marco. Hier is 5 voor vandaag. Jij zit ook in mijn laatste vlog, hè, die net online is gegaan. Ja. Louis is weer van de partij. Making pancakes. Oké, de verjaardag is over en het was heel gezellig. En we zijn nu aan het opruimen. Kun je deze even in de la doen? En ja, ik heb niet zoveel gevlogd vandaag. Maar morgen gaat daar verandering in komen. Morgen ga ik naar Amsterdam weer. En ik ga vanavond gezellig bij Suus en Louis slapen. En dan morgen gaan we naar de opening van Isabel Malan in Amsterdam. En ik moet weer lekker naar kantoor. Dus ik ga de vlog afsluiten voor vandaag en ik zie je morgen. We moeten eten bij de studio, want ik ga niet te snel of zo. Wij zitten in de meest bizarre. Ik zie ook gewoon niks. We zien niks. Bizarre regenstorm. Wij zijn van ons huis net een paar uur de auto. Zeik nat. Oh mijn god. In 4.8 kilometers. Keep right onto Ring East A10 in direction of Rotterdam. Ik ben aangekomen bij UPR en vanavond is dus die store opening van Isabel Malan. Dus ik ga even een leuk outfitje uitzoeken. Ik ben weer thuis en ik heb net echt door een epische regenstorm gelopen. En ik ben best wel moe. Ik zit te denken, ja, ik heb dus die dingen bij Isabel Malan uitgekozen. Alleen ik heb niet meer echt gefilmd. Ja, en ik heb Polly heel erg gemist, want ik was vannacht niet thuis. Dus ik ben nu thuis. Ik ga lekker met haar spelen. En dan haar naar bed brengen. En als ik haar naar bed gebracht heb, ga ik straks weer weg. Ja, dat zit. Wij gaan naar de geitenboerderij. En Olivia heeft haar laarsjes aangetrokken. Kijk. Hoe mooi. Mam, mijn laars? Ja. Laarsjes, dat ziet er mooi uit. Mijn beentjes tegen elkaar. Oh, lief. Dat ziet er heel mooi uit. Daar is Bibi. Kom, we gaan. Wij zijn aangekomen in het Amsterdamse bos. En we gaan lekker naar de geitjes kijken. Oh, we zijn er bijna! Lena! Heb je er zin in? Mama, rennen? Wil je rennen? Nee, maar dan ga je vallen en dan krijg je auw op je blote beentjes. Ik heb ook mijn cowboylaars aan. Kunnen we vies worden? Ja. Olivia die noemt modderpoelen, noemt ze poelenpoelen. In de poelenpoelen. Leuk! Dat is leuk! Oké. We zijn op de geitenboerderij. Voorzichtig, moet mama helpen? Pas op! Oh. Pas op! Olly! Daar ga je! Voorzichtig! Nu Bibi, kom we gaan kijken. Daar komt Bibi. Ik ging ook zo langzaam maar af vorige keer. Ja. Poelen poelen. Poelen poelen. Oma, je moet kijken. Vind je het leuk? Hey Ol, wil je je haar zelf kammen? Ja. Dat kan toch wel? Ja, niet Bibi. Is het benauwd of is het benauwd? Echt niet normaal, hè? Ja, Bibi, gooi je. Doe maar, gooi maar naar elkaar. 1, 2... En ga je dan wel op je trommel slaan? Oh, dat is cool. En heb je dit allemaal gekregen? Van wie heb je dit gekregen? Oma.
Heb je dat van oma gekregen? Nee. Zo mooi. Een toverstok. En wat kan je daarmee doen? Trouwselen. Kan je hiermee toveren? Ja. En hoe doe je dat dan? Papa, oké, ik tover dat jij voor altijd lief zal blijven. Pief, paf, poef. Jij gaat trommelzeelen. Oh! Bibi, gaan. Bibi gaat naar school. Doei. Ga je je zus uitzwaaien? Ja. Wat gaat je zus dan doen? Kruis. Die gaat naar school, toch? Ja, ga naar school. Dag, Bibi. Zeg maar dag, Bibi. Zullen we een puzzel maken? Ja, goed. Hey guys, good morning. Het is zaterdagochtend en ik ben thuis. En ik ben met Olivia aan het bouwen. Okay. Olivia heeft hele mooie vlechtjes. Volgens mij had ik die nog niet laten zien. Kijk, Olivia. We gaan even naar de vlechtjes kijken. Heel mooi ingevlochten. Kijk. Hebben ze op de crash gedaan. I like it. Sorry, Olly wil vloggen. Nee, vast. Moet ik het vast houden? Oké, ja, wij zitten dus op de bank. We zijn dan een beetje aan het chillen. Het regent buiten. What else do we need to tell people? Ik weet het niet echt. Aanstaande donderdag heb ik een meet and greet en een masterclass met Charlotte Tilbury. En ik heb die informatie niet duidelijk gecommuniceerd. Het is donderdagavond in de Bijenkorf. Het is een uur om foto's te nemen en te kletsen. En er is een masterclass waarin ik alle looks, ik zal hier even een paar erin voegen, die we voor de Gracia geshoot hebben, die gaan we namaken. Dus dan kan je kijken. Wil je Elsa kijken? Ja. Gaan we zo doen. Ja, dus donderdag is die meet and greet met Charlotte Tilbury. Ik zou het heel leuk vinden om jullie te ontmoeten. Er zijn wel beperkte plekken beschikbaar. En de kaarten, die moet je kopen. Alleen het bedrag dat je voor de tickets betaalt, ik zal het hieronder linken, die kan je gewoon uitgeven aan make-up. Dus je koopt zeg maar... We gaan zo Elsa kijken. Dus je koopt zeg maar... Je kan daar zo je make-up van kopen naar die masterclass. Kom maar. Ja, dat is wat ik even zeg nog. En guys, ik ga de vlog afsluiten. Het was wederom weer best wel een... korte vlog volgens mij. Ik kan wel liegen, maar dat heeft niet zoveel zin als je heel veel vlogt. Ik heb momenteel privé eventjes wat dingetjes die lastig zijn. Om het zo even te zeggen. Vandaar dat de vlogs wat korter zijn. Ik hoop dat jullie het niet erg vinden. That's it. Ik sluit hem even af. En ik zie jullie woensdag weer.